eruit. Ah, alweer. Nou, je schopt je hoofd, of niet? Voor mij dat het veilig gaan. Yo, dag jongens, een hele goede morgen. Vandaag is het weer heerlijk Nederlands weer. Als je op mijn auto kijkt, het is nat. Oh, en op de lens zit ook gewoon allemaal natte vlekken. Gadverdamme. Ik ben vandaag bij een park wat jullie al een hele tijd niet meer hebben gezien, maar wat ik nog steeds zelf een heel leuk park vind. En omdat ik het wel echt een leuk park vind, heb ik heel veel mensen meegenomen. Nou, niet ik, ze hebben me eigenlijk meegenomen. Dus ik neem wel de eer, maar ik was het helemaal niet. Ja jongens, Lex is 16 geworden. Oh, what the heck? Dat was niet heel erg boeiend. Jongens, feliciteer hem even in de comments. Nu is alles wat ik doe niet meer cool. Even voor iedereen dat jullie het weten. Mijn gel is afgepakt bij het vliegtuig. En ik heb nog geen nieuw gel gekocht, dus mijn haar ziet er niet uit. En achter de kamer ging hem heel op zijn bek. Als eerste warme prik, double back naar triple full. Oh. Double back. Triple full. En een voeltje. Jij maar even een klap, Dante. 1, 2, 3, 4. Hoppakee, gek. Ziek clean. Vraag quad quad. Ja. Moet ik even kijken of ik waar de quad kan. 1, 2, 3, 4. Zie ik het wel 8. Quad full. Bijna landen bij Boas van Bokkelen. Dat is wel een quad full. Dus vandaag quad door combo. Maak jij naar wat? Gewoon een quad naar wat? Ja. Je ziet gewoon hier dat mijn knie hier landen en mijn elleboog daar. Het is gewoon helemaal afgeschaafd. Zo gek, van wie is deze telefoon dan? Kijk hoe kapot die is. Jij moet meter met je telefoon omgaan. Ah, maar nee joh, helemaal nergens nodig. Volgens mij heeft altijd iedereen wel één iemand in zijn vriendengroep zitten die altijd een kapotte telefoon heeft. En dat ben jij ook. Ja, ik heb zeker een kapotte telefoon. Maar ik kan geen telefoon meer doen. Ik ga half-half naar quad full doen. Dus dubbel Arabian, half out naar quad full. Dat wordt mijn challenge eerst. Daarna ga ik hem doorproberen. Ja, 1, 2, 3. Je miste er eentje. Ik kan geen half-halfs, maar ik kan wel dubbel backflip. Naar quad full proberen. Ik leed heel raar met dubbel back. Ja. Zag je dat? Ja, dat zag ik. Dubbele backflip, triple. Half, backflip, backflip, triple. Oh, binnenhaal, naar hoofd. Naar de handen en voeten, naar de aap, naar de weg. Oké, ik was even alles kwijt. Wat je doet, palmflip. Ja. En dan wallflip. Naar wallflip. Ah, zo gek, je raakt er bijna in je kop. Die had je gekund, die had je gekund. Nog één keer. En go, go, go. Ja, lekker gast. Nice. En die frontflip round of the pool. Oké. Okay. Die kunnen we allebei niet wel, hè? Ja, die gaan we even proberen. Dan ondertussen even dit. Hop, hop. 1, 2, 3, 4. Oh, ja! Bijna! Nog eventjes oefenen, jongen. Steen, papier, weer schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Gaat, ik dacht, na drie keer gaat hij van wat anders doen. Maar nee. Okay, as springen in de trampoline. Voorover, Arabier. Dubbel full. Oh, lekker man. Ja, ik heb de laatste tijd heel veel op vloerdingen geoefend. Dus Arabiers om daar power uit te halen. Ik heb hier echt een half jaar moeten doen voordat ik ze überhaupt maar een beetje kon landen. Nu zijn ze gewoon zo easy geworden. Frontflip. Round off. Oh! Dubbel full. Maar je moet wel even landen, hè? Ik kan zeggen. Want niet landen is niet dat. Nee, dus je moet doen. Iets meer hoogte pakken. Ging te snel, ging twisten. Zoals ja, inderdaad. Oh, bijna. Je kan nog meer power in die Arabier. Oeh, schaaf je knietje. Ja, hier. Kijk, dit is niet zo heel lekker. Oh nee. Oké, ik wil nog één keer doen. Ik ga mensen gewoon vandaag blijven pushen totdat ze het doen. Tot nu toe is dat redelijk goed gelukt. Want Lex heeft hem gedaan, Dante heeft hem gedaan. En Rutger weer niet. Rutger, je stelt me teleur. Ja. What are the odds dat je nu ook dubbel inzet? Godver, 1 op 10. 3, 2, 1, 5. Oké, ik ga nu even iets anders proberen. Front full naar round of the. Ja, hij filmt nog. Kijk uit! Oh, alweer. Zo gek. Oh, shit. Gaat het? Oh, alweer mijn hoofd. Gaat het? Ik zei nog tegen Mark, durf nu niet te springen, want dat knal ik tegen Lex aan mijn bank. Gast. Toen ging Lex op jou, toen dacht van, oké, ik ga nu. Even een screenshot van mijn hoofd toen ik zei, kijk uit gast. Gaat het? Hij schopt je hoofd, of niet? Moet je voor mij rustig veilig gaan.
Foei, Dante. Niet doen. Sorry, ik zal de volgende keer per ongeluk tegen iemand anders aanvliegen. Ja, goed zo. Lex? Blijf wakker. Lex? You still awake? Ja. Ik zal niet wat ik voel. Dit was dus wat jullie dus niet zagen, want jullie zagen Lex. Kijk, Lex loopt hier met mijn camera, hij draait om. Bam! Onze rug. Gaat het? Ja, ik zat er even niks meer van. Weet je nog hoe oud je bent? Ja, hij weet alles van. 12,5 denk ik. Goed zo, je weet het nog. 12 en 1 dag. Vanochtend waren we bij Jump XL. Toen stonden we in die kleine gang, toen duwde Dante me naar voren. Toen kwam ik met mijn voorhoofd kwam ik tegen zo'n punt van een kast aan. En toen daarna deed ik de back gewoon op de trap, alleen toen ging ik te hoog. En toen kwam ik helemaal zo met mijn achterhoofd op de stang van de trampoline. Dus en toen was dit. Ik ook echt misselijk. En nu weer mijn hoofd gewoon. Ja. Maar, nou, hey, weet je wat? Ik denk dat ik jou naar huis breng, in bed ga leggen en dan kan er niks meer gebeuren. Ik zal alleen nog zeggen, het wordt ons vandaag gegund, weet je. Kijk, ik had een 5,3 gehaald van wiskunde. Ja, maar dat boeit niet, man. 5,650, 4. Deze kerel lag hem bijna bewusteloos op de grond en nu is hij weer... Oh shit! Lex, pak hem Lex, je hebt hem Lex, lekker. Oh, ja, oh, toch niet. Oh, ja. Hé, ik heb mezelf geklemd. Maar ik laat hem net zien. Ja, hij was gewoon echt 2 minuten helemaal weg. Oh, meen je? Was hij oud? Ja. Oh, ik loop lekker te lachen, ik denk. Ja, ik ook. Ik liep ook te lachen tot hij opeens niet meer reageerde. Oh, ik wist niet dat hij oud was. Je ziet mijn nek echt zo. Was je oud ook echt? Ik weet niet jou, hè. Ik kan wel. Ik denk wat een leuk filmpje, boot. Ja, we zijn 2 minuten weg. Ik denk, wow. Nou, weg? Ja, je reageerde gewoon echt niet meer. Ja, je reageerde gewoon niet meer. Maar dat geldt dus voor iedereen, jongens. Alsjeblieft, als je in een trampolinepark bent, kijk uit. Ren niet over trampolines heen. Ga niet als een kip zonder kop rondrennen. Let op. En nu was het Dante's fout, want Dante vloog gewoon vanaf. Nou ja, fout. Hij kon er ook niet zo heel veel aan doen. Het was gewoon ongelukkig. Maar kijk alsjeblieft uit. Ik zie het zo vaak fout gaan. Jullie kunnen allebei wel dubbelkork, toch? Ga je 3 doen? Oh. Doe je ook mee trippel? Nou, ik heb vandaag voor de eerste keer hier dubbelkok geland. Nou, dan ga je dus nu mee trippel doen. Okay. Oh, hij was wel ver, gast. Ah, okay, jij. Ja. Jij kan wel. Ik zag Oh! Shit! Bijna. Holy shit. Ik ga hem vandaag weer landen. Ik ga gewoon door tot ik hem land. Trippel full. Nee, dubbelkork. Nee, je gaat niet pushy doen. Jongen, dat was gewoon 2 en je draaide door. Ja, dat is 2,5. Je probeerde het niet eens. Wel. Uit standing ga je nooit triple halen, gast. Nee, maar daarom kan ik niet meer aanlopen, want dan ben ik bang dat ik op het ding land. En ben je bang? Bang zijn maakt niet uit, moet gewoon doen. Wedstrijd, jongens, eerst goed land. Oké. Okay. Winnen trakteert de ander op een high five. Wow. Oeh, die was wel lekker, hoor. Hey! Hij heeft hem! Dat was echt alleen. Die was ook stom. Ja, die was lekker. Als jij triple core nu in één keer land, trakteer ik jou op Mac en mag je alles nemen wat je wil. Mag je het hele menu kiezen als je wil. Oké. Oh, die was dichtbij, gast. Omdat triple core misschien iets te hoog gegrepen was, krijg je nu alsnog een Mac menuutje van me. Ja. Mag ik geen menu, maar gewoon een soort van zooi bij elkaar? Ja, doe wat je wil. Oké. Okay. Lex, je bent wel een beetje dik zo. Hey, hij heeft nee, niet op mijn hoofd, hè. Hey Lex. Flip check. 5, 4. Nog wel eens. Flip check. 5, 4, 3, 2, 1. Wie vinden jullie beter? Dante of Rutger? In wat? Nee, gewoon, in het algemeen. Nee, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Dante is in de iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Okay. Ik denk Lex. Oké, nou dan Lex, flipcheck. 5, 4, 3, 2, 1.
Oh, je haalde hem nauwelijks meer. Was mooi, hè, jongens? Nog eentje zien. Hé, jongens, flipcheck Dante even. Dante, flipcheck. Nou. Hey, groetjes. Auw, meteen. En met mijn kork sluit ik het af. Ik hoop dat jullie ook heel lekker hebben gegeten. Of honger hebben nu, omdat wij hebben gegeten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ja, doe duim omhoog voor het super kijken, actieclip. Subscribe even. En dan zie ik je de volgende keer weer bij de volgende video. Bata. Oeh, je hebt zweetoksels, je zegt jeetje.